Hallo, goedenavond. Welkom, woensdag 5:30. Tijd om te bewegen, al dan niet after work. Of gewoon even de zinnen verzetten en een beetje actief bezig zijn. Ik heb er in ieder geval zin in. Mijn lieveling is hier terug omgebouwd. En ja, je ziet het, hè? Het is al met de kerstboom. Dus we zitten al helemaal in de sfeer. Ik dacht, ik laat de lichtjes maar aan. Wat heb je nodig? Niet veel. Eigenlijk jezelf. Als je matje in de buurt hebt, een matje. Voorzie ook toch een beetje water. Om tussendoor iets te drinken. Een half uur bezig zijn. We staan meestal ook ergens binnen waar dat al warm is. Dus als je tussendoor behoefte hebt om iets te drinken, zeker doen. En voor de rest ga ik beginnen straks met een opwarming. Een beetje de benen opwarmen. En het tweede deeltje, dan gaan we op het matje. Ik zie hier al verschillende. Geef gewoon een seintje als je er bent. Altijd leuk om te weten. Ha, ik zie Manon en Tappy hier al verschijnen. Oké, goed. Voordat we starten, de eerste paar minuutjes praten wij altijd de boel zo wat aan elkaar. Kwestie dat iedereen dan klaar is. Maar ik denk dat we kunnen starten. Goed, ik ga mij ook klaarzetten. En dan zijn we vertrokken voor een half uurtje bewegen. Oké, goed. Voilà. We staan gewoon rechtop. Voeten. Parallel, je weet het, we gaan altijd eenvoudig. Er komen altijd wel wat opties bij. Is een bepaalde optie net iets te moeilijk, dan kan je altijd nog een voorgaande oefening doen. Maar normaal gezien is het wel haalbaar voor iedereen. We warmen ons benen een beetje op. Wat gaan we doen? Je plaatst hiel en teen. Dus naar voren is hiel en de teen. Ha, teen. Je stambeen is een klein beetje gebogen. Hap, teen, hiel. En pak die armen al mee. Gewoon running arms. Ja. Natuurlijke beweging met die armen. Heel en teen. Ja. Niet meer of niet minder. Maar lichaamsgewicht is op dat standbeen. Voilà. Ja. En we zijn vertrokken. Hè? Ja. Heel, teen. Oké. Voilà. Daar gaan we straks uiteraard een beetje op variëren. Kwestie dat we in de basisbeweging zitten. Oké. Goed kijken. Wat gaan we doen? Je doet voor, achter, voor, lift je knie. Achter, voor. Hop. Dus drie keer. 1, 2, 3. Liften. En nu naar achter, voor. Achter, lift. Nu voor. Achter. Hop. 1, 2, 3. Lift. Hop. 2, 3. En achter, voor. Achter, lift die knie. Hop. 2, 3, op. 2, 3, op. Kom maar, op. 2, 3. 1, 2, 3. Hou goed dat lichaamsgewicht op dat standbeen. Kom aan, hè. Dat begint al een beetje op te warmen. 3, hop. 1, 2, 3. Kom maar, laatste 2. Nog eentje. Achter, voor. Ha. Hetzelfde been. Alleen maar voor. Plaats telkens die hiel. Lift die knie. Dus dit. Op. Tik. Beetje door je standbeen. Hiel. Op. Hiel. Lift. Pa. Tik. Oh, oh. Kom maar, kom aan. Hè. Op. Dus hier hiel plaatsen. Hè. Dus dit. Hè. Op. Pa. Maar 4. Nog 3. Oké. 2. 1. Oké. Blijf hetzelfde been. Alleen achter. Dus steenpunt plaatsen. Niet lift. Op. Hop. Op. Ik krijg het al een beetje warm. Oeh. Kom maar. Op.
Goed die knie liften. Daarna 10 punt achter. Op. En pak die armen mee. Hè. Kom aan. Hè. Op. 4. Nog 3. 2. 1. En nu elke keer voor, knie, achter, hop, voor. Eentje maar, kom maar. Hop, pa, hop, hop. Terug die reeks. Hop, tik, knie, hop, knie, hop. Pa. 4, 3, 2, 1. Plaats je voeten parallel en geef me een squat. Kom maar. Op. De squat, voeten parallel. Lichaamsgewicht in die hielen. Ja. Telkens als ik ga zitten, dan kan ik eigenlijk mijn tenen losmaken van die vloer. Kom maar. Hop. Op. Ja. Hop. Kom maar, kom maar, kom maar. Hè. Ga door. Op. 4. Nog 3. Nog 2. Eentje, we blijven 3 tijden. 3, 2, 1. En hop. Laag. 2, 3. Op. Blijf in die squat. Hop. Lichaamsgewicht in die hielen. Rechterrug. Oké, kom aan. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. En trap. Voeten goed recht naar voren. Oké, ik zie daar precies al wat reacties verschijnen. Op. 2, 3, terug. Laatste 2. Dan doen we nog een reeksje. Single squat. Oké, singles. Hop. En terug. Kom aan, hè. Ga diep. Ga door, ga door. En dan komt die reeks. Hè? Heel teen, maar met ons andere been. Ik ben daar straks begonnen. Met mijn linkerbeen voor. Ja. Dus links voortikken. Dus ik moet straks beginnen rechts. Kom maar, kom maar. 4. Nog 3. Oké. Nog 2. Oké. De laatste. Oké, we zijn vertrokken. Andere been. Tik. Hiel. Tien. Hiel. Tien. Op. Pa. Kom terug in die beweging. Roep die beweging terug op. Dus stambeen gebogen. En hier voeg hiel. Tien. Dit. En houd die baas op. En pak uw armen mee. Op. Jep. Op. Dit. Op. Tik. Op. Kom maar. Ga door, hè. Op. Yes. Kom maar. Nog 4. Nog 3. Oké. Nog 2. Het zijn altijd dubbel, hè. De laatste. Oké, en nu, weet je nog? 3 keren tikken. Dus voor, achter, voor, knie liften. Daarna begin je achter, voor, achter, knie lift. Oké, kom maar, we gaan, hè. Voor, achter, voor, knie. En achter. Tjuk, hop, knie. Hop. Houd die balans evenwicht. Ik was bijna weg. Ha. Kom maar, hop. 2, 3, op. 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, liften. Op. Dus de basisbeweging blijft altijd heel teen. Heel en hier knie. Op. 2, 3, en op. 2, 3. Kom aan, hè. Goed bezig. Allee, ik hoop het toch. Het is altijd wel gek dat we jullie niet zien. Laatste 2. Op, nog eentje. Nog eentje naar achter.
Oké, en nu. Naar voor. Enkel die voor. Dus heel en knee lift. Zit. Up. Up. Hier telkens een beetje door uw standbeen buigen. Wel belangrijk. Dus buig en hap. Tik. Dus zet die voet schuin naar voor. Up. Up. En oh ja, dat mag je voelen, hè? Dat is de bedoeling. Up. Tik. Kom. Tik. Tikken. Zet die heel. Ademen ook, hè. Op. Nog vier. Nog drie. Twee. Eén. Oké. En plaats achter nu. Dus teenpunt plaatsen. Knie liften. Op. Dit. En pak die armen mee, hè. Echt soepele looparmen. Op. Knie, teen, knie, teen. Op, op. Ça va dan nog? Ja? Al goed warm, hoop ik. Even warm als ik. Vier. Maar. Drie. Twee. Eentje. En dan hebben we nog één reeks. Dat is ene voor, knielift, achter, knielift. Oké, okay, let's go. Voor, knie, tik. Voor, achter. En ik denk dat daarna dan onze benen opgewarmd zijn. En eigenlijk de rest ook. Ja. Kom maar, kom maar. Tik. Voor, achter. Dus naar voren. Goed, die heel tenen trek je weg. Zeg maar, wat is dat hier met een evenwicht? Hoep. Op. Jeeps. Tikken. Het zijn er nog vier. Nog drie. Twee. Eentje. Voeten parallel. En squat. Kom aan, hè. Lichaamsgewicht in de hielen. Als je recht komt, squeeze your butt. Net die billetjes hier. Samen. Hop. Kom maar, kom maar. Lichaamsgewicht echt goed in die hielen. Voeten parallel. Recht naar voren. Keer, keer. Vier. Drie. Twee. Eentje. Drie tijden laag. Drie. Twee. Blijf hangen en weer boven. Op. En denk eraan, hè. Als je boven komt, hier. Accent. Billetjes samennemen, hè. Twee. Drie. Kom maar. Op. Eén. Twee. Drie. En op. 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, laatste 4. Kom aan. 3. Oké, 2. Nog eentje. En we eindigen terug met de reeks singles. Laatste reeks squat. Single squat. Nu niet meer stoppen, hè. Het is de moeite niet meer. Ik ga Saffes aftellen. Maar ik weet precies nog niet wanneer dat die Saffes gaat beginnen. Kom aan. Oké. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Eentje. Oké, goeie. Hoe gaat dat hier? Ja, al een beetje warm, warm. Perfect, hè. Vrij goed. Ik zou zeggen, als je een glas water of iets van drinken in de buurt hebt, drink even iets. En neem dan ook terzelfde tijd uw matje. Want we gaan al meteen een verdiepingske zakken. Goed. Ik ga dat ook doen. Een beetje drinken. Voilà. Oké. Gaan we nuchten, hè. En nu even kijken. Dus altijd zo'n beetje zoeken. Dat je mij goed ziet. Yes. Voilà. We beginnen. In zit. Hè? Ik hoop dat je allemaal je matje in de buurt had. Oké. Voeten
voeten op heupbreedte. Je plaatst je hielen, dus dat wil zeggen, mijn tenen die zijn weg van de vloer. Ik ga verschillende opties geven. Ik begin met de makkelijkste optie. Dat is waarbij dat je hier ook zijwaarts steunt met je vingers. Dat is niet de bedoeling dat je hier doorzakt. Hè? Ja, dus niet doorgaan, maar dit als steun. Je leunt een klein beetje naar achter met steun. Dit is de makkelijkste positie. Alleen de makkelijkste uitvoering. Straks ga ik tonen wat de moeilijke optie is. Wat gaan we doen? We beginnen simpel. We liften afwisselend voet en plaats die hiel terug. Hap en plaats terug. Lift, plaats terug. Dus die hoek blijft, ja, die hoek van 90 graden. Ik lift en hap. Ik lift en hap. Als je zegt van, ja maar Karin, dat mag wel wat meer zijn. Oké, dan weet je waarschijnlijk wat er gaat komen. Dat wil zeggen, armen zij, houden. Hier op en terug. Dus leun een klein beetje achter, we noemen dat hier hangen op. Is het toch nodig om terug die steun op te zoeken? Doe dat, hè. Ja? Hap en terug. Op, terug. Lift en terug. En terug. Kom maar. Vier. Nog drie. Oké. Twee. Eentje. Oké, goed. Dat was reeks 1. Benen afwisselend, al dan niet met steun of armen zij. Kies zelf uw optie. Ja, altijd doen, hè. Niet denken van oei oei, dat moet hier. Nee, er moet niks. Het enige dat moet, is dat we toch een beetje bewegen. En dat we op een veilige en verantwoorde manier dat doen. Oké? Hetzelfde basisbeweging, maar we maken het iets moeilijker. We gaan onze twee voeten tezamen liften van de vloer. Ook dit, hè, als je zegt, dus één, met steun, en dat je leunt hier een klein beetje naar achter, want ik ga een klein beetje draaien, dat je dat ziet. Dus ik hang hier echt zo, en dan, ik lift die twee benen en terug. Liften en terug. Op en terug. Als dit, die twee benen samen, ook te moeilijk is, dan weten we dat uw optie is, hè. Ja, afwisselend nog, hè. Ja, afwisselend. Op. Lukt het toch? Samen. Op. En in. Houd die hoek. Dus uw voeten niet dicht bij u trekken, hè. Plaats die hielen. Op. Laat ze zakken. Laat ze niet ploffen. En ook hier. Wie kan er? De handen zijwaarts en dezelfde beweging. Lukt het niet? Houd die steun. Oké. Op. En terug. Kom maar. Liften. En terug. Op en terug. Vier. Drie. Twee. Één. En even ontspannen. Oeh, daar krijg ik wel helemaal warm van. Ik weet niet wat bij jullie zit, maar hier is het in ieder geval goed warm. Oké? Goed gevoeld? Goed bezig, hè? We gaan naar rugleg. Maar ons buikspier is nog niet gedaan, hè. Die eerste reeks, dat was een opwarmertje. We gaan liggen. En even een beetje draaien. Dat je mij ziet. Ja, oké. Ik denk dat het zo goed is. Ja. Hier terug. Basisoefening. Handen ondersteunen uw hoofd. En dat heb je iedere keer goed gehoord, hè. Ondersteunen. Dat wil zeggen dat je straks niet gaat trekken aan dat hoofd. Ellebogen open. Ja. En we komen op single crunch. Dus wat zeggen, ene tijd op, ene neer. Op, neer. Houd de kin weg van je borst. Ogen schuin naar boven. Lift hoofd, schouders. Ja. Ellebogen blijven open. Op het moment dat je opkomt, dat is ook het moment om uit te ademen, inademen. Uitademen, in. En kom maar. Uit en in. Op. Oké. Ga door, hè. Op. Dus die single crunch die we nu doen, dat is een klassieker. Maar toch wel nodig. Op. En terug. Kom maar. Op.
Terug. Ga door. Hè. Zoek uw eigen tempo. Ja. Ha. Is het trager? Geen probleem. Maar zoek een tempo dat je kan volhouden. En let op de aandachtspunten. Dus ellebogen open. Niet trekken aan je hoofd. En ademen. Hè. Uitademen. En uit. En nog 4. 3. 2. 1. Oké, kijk maar, we gaan door, maar we liften telkens afwisselend. Rechter, linkerknie mee op het moment dat ons hoofd, schouders loskomen van de vloer. Op, op en terug. Terug, op, terug. Kom maar. 4. Goed. 3. 2. 1. En even ontspannen. Ja. Ik begon dat toch al een klein beetje te voelen. Ik weet niet hoe dat bij jullie was. Maar het was al een beetje voelbaar. Zelfde uithangshouding. Enige verschil. We liften onze twee benen in een hoek van 90 graden. Ja, in vaktermen noemen wij dat tabletop. Dat is net alsof dat je een tafeltje vormt. Goed, we blijven hier. Hoofdschouders weg van de vloer. We blijven hier. En kleintjes. Dit. Op. Op. Kleine bewegingen. Kennis weg van je borst. Ogen schuin naar boven. En hier ook ademen, hè. Op, op. Kom maar. Blijven ademen. Kleine bewegingen. 4, 3, 2, 1. Houden. Hoofd, schouders blijven weg. Goed kijken nu. Ja, ik ga steppen. Dus ik duw weg. Dit. Wat is niet? Geen fietsbeweging, hè? Geen rollende beweging. Ik duw mijn voetzolen weg. Alsof dat ik hier voor mij ja, een muurtje staan heb waar dat ik moet tegen tikken. Maar ondertussen blijven mijn hoofd, schouders weg van de vloer. Handen ondersteunen mijn hoofd. Hap. Ja. Kom maar, kom maar. Tak, tak. Op, op. Duw. Duw. Kleine bewegingen. Doe je dat trager ook goed, hè? Maar zoek een tempo die haalbaar is. Om dat tempo aan te houden. Hè. Op. Op. Wil de dubbel tempo laten gaan. Hè. Kom maar, kom maar. Op. Op. Nog 4. 3. 2. 1. Ontspan even. Woe. Yep. Neem ene knie vast. Rol zo recht. Ik hoop dat er nog allemaal zit. Dat je nog niet afgehaakt hebt. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ik denk dat we allemaal al goed bezig zijn. En ondertussen goed warm hebben. Maar, we komen voor de laatste reeks. Op. Terug naar hier. Even meedraaien. Goed. Zichtbaar. Yes. We gaan straks in een plank komen. Dus handensteun. Handen onder de schouders. Ja. Je mag eerst even kijken. Ik ga het eerst uitleggen. Maar het is misschien makkelijker dat je al weet wat er straks komt. Ik plaats mijn voeten ook op heupbreedte. Hier plat. Dus geen tent. Dit. Zoek goed uw evenwicht, balans. Navel in. En wat ga ik doen? Ik ga met mijn rechterhand mijn linkerhand tikken en om een keer. Dus dit heb. Tikken, terug. Tikken, terug. Tikken, terug. Tikken, terug. Dat is de eerste beweging. De tweede wordt rechterhand naar linkerschouder. Schouder, hap. Schouder, hap. Tikken, hap. Tikken, hap. Volgende beweging. Rechterhand. Naar linkerheup. Dus heup tikken. Heup tikken. Tak,
is een pittigste. Dan ga je wel je zit wat naar boven duwen. Je tikt je knie. Terug. Knie. Terug. Hap. Terug. Hap. Terug. Dus dat zijn de vier bewegingen die we straks gaan doen. Vanuit die plank. Hand. Schouder. Heup. En knie. Ja? Dus lekker hoofd, schouder, knie en teen. Zoiets. Oké. Gewoon goed luisteren. Ik ga om te starten tussen de verschillende reeksjes even een pauze doen. Maar de laatste is bedoeld dat we alles aan elkaar schakelen. Ja? Dat gaat ook lukken. Ik ben zeker. En je gaat er goed warm van krijgen. Ik heb het al gevoeld. Oké. Plaats u in die uitgangspositie. Yep. Net. Als voor die, als deze oefening ook te zwaar is, kan je ook van hieruit knieën plaatsen. En dit, hè. Dat is een optie. Hè. Dat is een makkelijkere versie. Oké? Maar ik ga hier met de plank. Oké, we tikken rechterhand naar linkerhand. Go. Tik en terug. Tik, terug. Kom aan, ga door. Hè. Op, terug. Terug. Op vier. Tik. Nog drie. Nog twee. De laatste. Oké, plaats even die knieën. En terug. Ja, je gaat zien, je moet goed je balans evenwicht. En om je evenwicht te verplaatsen, telkens goed je powerhouse, die core, hier aanspreken. Probeer ook van je lichaamsgewicht goed in het midden te houden. Dus niet te veel te gaan kantelen. Ja, niet gaan compenseren. Hou die spanning hier. Tweede reeks. Schouder. Oké, zijn we klaar? Pas op. Vier, drie, twee. We zijn weg, hè. Tikken en terug. Tik, terug. Tik, hop. Tik, terug. Vier. Kom aan. Nog drie. Twee. Eentje. En even rust, knieën plaatsen. Ja? Alles nog oké? Okay? Yes. We gaan over de derde. Dat is heuptikken. Dus mijn rechterhand naar linkerheup. Je doet ook acht keer. We staan klaar. En we zijn weg. Tikken en terug. Twee. Drie. Kom maar. Vier. Vijf. Zes. Zeven. En dit is acht. En terug. Dat waren dubbele. Oh oh. Yes. En de laatste. Dan gaan we echt zitvlak naar boven. En naar die knietik. Daar gaan we de enkele van doen. Ja? Anders wordt het een beetje lastig. Dus, pas op. Hè? Dus met rechterhand naar die linkerknie. Oké, go. Tikken en terug. Twee, terug. Drie. En vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. En neer. Oeh. Ja. Even pols losmaken. Ja. En als afsluitreeks gaan we ze allemaal naar elkaar doen. Ja? Maar niet zo lang. Je gaat van elke beweging vier keer doen. Dus vier keer hand. Vier keer schouder. Vier keer heup. En vier keer die knie. En dan zijn we er. Wat denkt u? Let's go, hè. Klaar. In uw uitgangspositie. Dus we gaan tussendoor niet rusten. Pas op, hè. We zijn weg. We tikken. 1, 2, 3, 4. Schouder. 1, 2, 3. Heup. Kom maar. 1, 2, 3, 4. Naar de knie en bekken naar boven. 2, 3, 4. En ontspan even. Oké. Hoehoe. Amai, amai.
Ik heb hier precies toch wel 5 graden warmer. Het zweet staat hier zo al even op mijn t-shirt. Ik hoop dat jullie ook er deugd van gehad hebben. We gaan nu wel nog eventjes uitstretchen. Ook altijd wel belangrijk. Kom alvast maar recht staan. Ja. En goed. Oké. Om te beginnen, hakel die vingers in elkaar. Oeps, hier gaat mijn matje. Ja, haak de vingers al een keer in elkaar. Maak die polsen al een keer los. Want die laatste oefening, daar hebben we toch wel eventjes op die polsen gesteund. Maak ze maar een keer goed los. Oké, blijf staan. Strek uw rechterarm naar voren. Dit handvlek pak hier vast. Trek aan. Goed. Dit. 4, 3, 2, 1. Oké, wissel. Dus hier hand goed flex. Ik ga het zo even doen. Dit. En aantrekken. Voilà. Hou even vast. 4, 3, 2, 1. Jeps. Oké. Lift uw rechterknie. Ja, pak hem vast. Trek hem goed naar u toe. Ja, hou je evenwicht. Maak die voet even los. 4, 3, 2, 1. Blijf met uw rechterhand die rechterknie vasthouden. Linkerarm open. En die knie naar buiten. En trek ook aan. Haps. Dit. 4, 3, 2, 1. Plaats nu die rechtervoet achter die linker. Ja. Rechterarm naar boven en goed zijwaarts. Pak hier vast. Zuiver zijwaarts. Kom maar, goed over. Oh, maak je lang. Voel je uittrekken. 4, 3, 2, 1. Hop, kom terug. We doen alles aan de andere kant. Dus linkerknie, liften. Pak dan maar vast. Zoek je balans, evenwicht. Trek aan. Kom maar. Houden, houden. Blijf die linkerknie vasthouden met uw linkerhand. Rechterarm open. Ook open. Kom maar. Houden. En trek aan. Op. Kom maar, kom maar. 4, 3, 2, 1. Die linkervoet gaat achter de rechter. Oké. Linkerarm naar boven, rechter, moet je zelf graag zien. Rijke, rijke, zuiver zijwaarts, niet gaan wegdraaien naar voren. Hier, hop, houden. 4, 3, 2, 1. Oké, voeten parallel. Jeps. Adem in. Haak je vingers in elkaar. Handpalmen richting het plafond. Maak nu een ronde rug. Uitademen. Oké. Adem terug in. Strek die armen naar boven. Adem uit. Ronde rug. Dan maar nog 2. Adem in. Adem uit. Nog eentje. Banen. Uit. Armen los. Kom recht. Dan rest er ons nog 1 ding. Dus nog 2 keer diep inademen. En echt swing out. Oké, adem in. Alles los, kom aan. Ja. En de laatste. En je weet het. Adem in. En je moet alles los shaken. Oké, amai amai. Ik heb het hier goed warm gekregen. Maar ik heb er echt wel deugd van gehad. Ik hoop dat voor jullie ook deugdend was. Je hebt al kunnen meegenieten van de lichtjes in mijn kerstboom. Maar ik dacht van, oké, die mag er wel bij. Goed gedaan. Ik zou zeggen, poes maar uw reactie. Morgen donderdag, 11 uur, dan is mijn collega Maaike er terug.
Ik wens jullie nog een fijne woensdagavond. Geniet ervan en tot de volgende. Dag!